Goedemorgen lieve patatties. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. Wij gaan bijna op vakantie. En vandaag filmen we voor het eerst met onze nieuwe camera. Ja, het is een beetje onwennig hè? Een beetje wennen. Ons haar zit ook lekker naar die helm dragen, maar daar ga jij wat vandaag aan doen. Ja. We hebben morgen een shoot. We zijn gevraagd om model te staan voor een bruidsshoot. Ja. En daarvoor moeten we natuurlijk op en top uitzien. Ja. En ik heb mijn baardje laten staan om een beetje een hipsterbaard te creëren. Maar ik heb zelf nooit echt mijn baard anders dan helemaal eraf of laten groeien. Dus daarvoor gaan we naar een barbershop. En we staan hier in een beetje Wolfstraat bij Jakamos. Ze hebben plek, dus we gaan even kijken wat ze ervan kunnen maken. Ga je mee? Alles eraf? Nee. Gelijk een paar haren bijplakken op je hoofd. Oh, mooi. Heel mooi. Zo dan. Lekker sharp. Echt hè? Deze man weet wel wat hij doet hoor. Hey, elke keer dacht ik van, hé, maar daar zit nog iets. En dan kwam hij alweer aan. Nieuw. En dan, maar daar zit niet. Nieuw. Alsof hij mijn gedachten kon lezen gewoon. Die gingen echt laat eens zien. Allerlei standjes en tondeuses en mesjes aan te pas. Ja, dus hij is bezig en alles. Ik denk, nou, hij pakt een van mijn dingetje. En dan begint gewoon eens te sneeuwen bovenop mijn hoofd. Ik denk, wat is die nou toch? Het was gewoon een of andere wax. Dus ik, ja, dus poederwax. En dan lijkt het heel natuurlijk. Ik denk, nou, poeder maar net weg. Dit is de poeder we like, zeg maar. Hè? Echt nice, man. Ruikt allemaal lekker. Goedemorgen, lieve patatties. We hebben zo net de hondjes afgegeven bij een goede vriend van mij, Viran. Want wij gaan bijna op vakantie. Kassie! Yay! We gaan naar Gran Canaria. Naar de Canarische eilanden. Zo dan, wil jij er even lekker langs? Zo. Ja. Gran Canaria, Las Palmas. Ja. Wat zei je nou gisteren? Die andere? Maspalomas of zo. Ja, resort Baobab. Ja, Baobab. Nou, hij ziet er in ieder geval heel mooi uit. Klein Afrika. 300 meter. Ja, het is in Driebergenstraat. Ja, dat weten we inmiddels nou hoor. Ja. Maar, zit er nou in Den Haag. Maar ja, Afrikaanse stijl. Het ziet er fucking mooi uit. Dus ik ben super benieuwd. En we hopen natuurlijk wel op mooi weer. De weersverwachting was niet echt helemaal toppie-woppie. Dat komt beter inderdaad. Dus beter gaat het omdat je gewoon wel schijnen. Want anders ga ik echt janken. Maar ja, het heeft nu in Nederland ook lekker geschenen. Dus dan proberen we het maar in te halen hier hè, als het niet oké is. Precies. Altijd positief bekijken. Positief glas is half vol jongens. Half vol. Half vol. Helemaal helder. Okido. Maar het is moederdag, dus wij gaan gezellig naar mama! En voor jullie lieve mammies. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Monday. Love. Want ja, in principe is het natuurlijk zo dat de moeders natuurlijk gewoon de beste zijn. Dat zijn degenen die jullie hebben uitgepoept, jongens. Het is wel heel slecht dat ik na 20 jaar gewoon nog steeds de tekst niet helemaal weet. Maar dat maakt niet uit. Oké, we gaan verder. Inderdaad. Dat is wel een beetje om te schamen. goed verhaal, lekker kort. Die wel allemaal haast. Van die schoenpapi. Ginopoliti. Maar goed, terug naar het subject. Ja, precies. We zijn nu onderweg naar mijn mami. En zijn mami die kwam gisteren lekker naar Den Haag. En we hebben nog geen cadeautje. Want we gaan namelijk iets uitzoeken om lekker met z'n vieren te doen. Dus we gaan even bekijken wat het dan gaat worden. Ons auto! Dat is heel leuk. Dat is eigenlijk jullie wel leuk. Ja, schattig. Ja. Nou. Zo, hallo. Sorry. Je kan me echt dood hebben altijd. Ja, dat hoeft maar niet. Hij doet dat van een S-glas. Zo, ik keek net in de spiegel hè, en ik schrok me kapot. Weet je dat kwam? Nou. Ik dacht, wat zie jij er goed uit vandaag. Oké. Dus. Een beetje vakantievibes gewoon. Lekker positief. Lekker fijn. Nieuwe baan begint bijna en zo. Ja, dat is waar. Allemaal helemaal positieve dingen. En als jij dit videootje leuk vindt, druk even op het duimpje omhoog. En abonneer. Want het gaat ook steeds beter. En daardoor voel ik me ook weer heel erg lekker. Wat ga je doen? Ik krijg een paraffine. Een paraffinebadje. Badje. Oh, is dat heet? Oké. Die rand is heet. Oké, ja, hij is wel een beetje heet. Ja? Maar de bovenkant komt er natuurlijk nog niet onder inderdaad. Nee. Maar wat is dit? Dat is de paraffine. Is dit een beetje de wax programma van de wasstraat? Nou, ja, nee. Kan ik het daarmee vergelijken? Ga er eens in. Doe ik het even zo gewoon, toch? Ja. Nou, hij wordt wel een beetje aan de omkant. Oké. Dat is één. Even op laten drogen. Weer. Oh, die. Doop en terug. En waar is het voor dan? Voor een hele zachte huid te krijgen. Oh. Dat is een soort van kaarsvet op je voet. Ja. Nou, kaars. Ja. Nou ja, dat is een beetje wat er gebeurt. Geurig. En dan moet hij in een zakkie. In een zakkie. In een zakkie. Gewoon eventjes een condoom erom. Ja. Oh, en dan een slof. Een slof. Dit is wel grappig. Ja. Was niet oké. Oh, we hebben nog een voet. Huh? Kwaliteitje. Oh, mijn benen is wel een stuk bruiner, ja. Ja, hè? Ja. Heel stiekem ineens. Klopt. Allemaal oké. Yes. Oké, mevrouw. Zacht. Nou, mijn voetjes zijn klaar voor de vakantie. Ja, we missen twee mensen. We waren ook op de restaurant. Nee. We waren eigenlijk ook al een beetje aan de late kant. Ja. Maar gelukkig waren we niet de enige. We zouden even lekker koffie drinken. Ja, we dachten een half uurtje van tevoren, nou laten we die kant op gaan even plassen. Toen stond de gate closing. Nou. Jij zei ook van zo we gaan, zat ik nog zo. Hoe laat is het? 7 uur. Nou, laten we maar gaan dan. Ik heb nog steeds niet geplast dus. Ik had er 20 keer kunnen plassen nu. Want we moesten nog wachten op 2 personen, maar die zijn uiteindelijk volgens mij nog steeds niet ingestapt. Kan dat wel. Dikke doei. Ik ben inmiddels lekker ontwaakt. Ik krijg een inkakker. Jij krijgt een inkakker. Nou, ik moet kakken. De jongen achter ons ook, denk ik. Zo, nou, er zit er een akker binnen. Hij heeft in ieder geval een enorme vliegangst. Hij heeft een rode boei, jongen. Nou, dat heeft hij zwaar aan de prep zit. Helemaal gek. God, hoe moet ik nou man, is die vliegtuig dan weg? Oh, donker. En daar zijn we weer. Oh ja! Zijn we er al? Nou, zwart. Zo lichtbaar. Laatste check. Check. meneer Van Ginkel, bedankt. Vliegtuig? Oh, goed vliegtuig. Ja, gewoon netjes bedoel ik. Ziet er verzorgd uit. Dankjewel, Nekkerman. Ja, nu beginnen. Dankjewel voor de goede zorgen. Geniet ervan. Doei. Toppie. Doei. Toppie, dankjewel. Hey, goedemiddag. Hey Rozenwaard, vind je goed te verkopen, man? Ja. Dat is lekker. Ja, dat is lekker. Hey, is dat cool of wat? Ik dacht in de lucht een beetje dat je hem dronk had. Maar u heet Van Ginkel? Ja. Mijn vriendin ook? Ja. Ik zijn jullie wel verre familie? Ik ga gewoon zeggen dat ik familie ben van een piloot. Ja. Samen? Ja, ik haal ze van me. Doet het al lang? Wauw. Wow. 20 jaar. 20 jaar. Wauw. Cool hoor. En helemaal alleen gedaan vandaag. Er is niet standaard iemand bij. First officer was erbij. Oké. Ja. Wauw, wat een knopjes allemaal. Echt hè? Jeetje. En vliegt u dan ook gelijk weer terug zo? Ja, we gaan zo terug. Nou. Van omkeren en zo? Daarna vliegtuig voorbereiden voor de terugvlucht. We gaan meteen door. Nee, ik zei nog, ik zeg, hebben ze geen navigatie? Dat ze zeggen, hier linksaf, keer om. Ja. Ongeveer. Ongeveer. U bocht maken. Maar dan anders. Ja. Nou, dat is super. Hartstikke lief dat we even mochten kijken. Ja. Wij gaan ook weer verder. Veel plezier, goede vakantie. Lekker zwemmen. Goede vakantie, naamgenoot. Hartstikke bedankt. Doeg. Hoi. Ciao hè. Tot ziens. Doei. Ciao. Tot ziens. Waar is jouw koffer? Oh, ik heb het sorry. Vergeet er nog een koffer? Ik dacht dat ik mijn hand. Doei! Zo, kleurt bijna over de rug. Oh. En de piloot heeft ook nog. Hè? De piloot heeft geen kooi. Ja. Weet je gelijk dat het goed volk is, hè? Ja, precies. Is het mooi hier. We hebben een aankomstdrankje gekregen. Hun eigen ding. Het is gelukkig mooi weer nu. En als het zo blijft, dan ben ik echt helemaal blij. Maar echt even kijken. Palmbomen. Zwembaden. Palmbomen. Oh ja, zwembaden. Zo groot hier. Mooi ben huis. Cheers! Ah, kijk even mee jongens, wat is het hier? Het is echt fucking mooi. Niet normaal. Super groot. Echt heel groot. Het is helemaal in Afrika-stijl. Ja. Echt alles. Het heet Nabaobab. Ja, dus de naam boom. Dit is echt gewoon, ja, next level. Grandioos. Het is echt. Wat mijn nieuwe woord gewoon. Next level. Next level. We zijn even aan het wachten op onze kamer. Nou, we zijn nog een beetje shabby, een beetje van de vlucht en zo. We hebben 3 uur geslapen, maar het blijft niet druk hè? Nee, we moesten want dit is alleen maar echt, de lobby. Ja, jongens, precies. De lobby, ik meen het serieus. Wat? We moesten echt om 3 uur moesten we op. En dus ja, we zijn wel een beetje moe en we willen ons wel graag even omkleden en eten en zo. En we zijn schijnbaar toch wat vroeg. Want om 2 uur hebben we dus nog een incheck. Ja. Dus wij wachten we gewoon even op. We gaan ondertussen lekker in de zon zitten. We hebben net al rondgelopen. De tandjes. Rondgelopen. Dat was gewoon een half marathon. Maakt niet uit. We gaan jullie dat ook nog wel even laten zien. Ik ben gewoon verbrand. Maakt niet uit, blaren op mijn voeten, rondjes lopen. Wat jij dan? Maar we gaan jullie natuurlijk weer helemaal meenemen en we zijn heel benieuwd naar de kamer. Dus die gaan we ook even... Ja, we gaan ook praten. Hallo! Hallo! Oké. Snelweg. Geen idee wat het is. Ik denk een oude plantage of zo. Wat denk jij? Ja, ik weet het ook niet. Ik zal het even snel laten zien. We zijn hier gewoon afgestapt. Zwaar illegaal. Het is denk ik een oude plantage. Het is verlaten in ieder geval. En we hebben hier even wat foto's geshoot. Gewoon stiekem. Ja. Onze scooter staat daar. Maar ja, dit mag natuurlijk helemaal niet. Dus we gaan snel door. Maar fucking vet het. Daar is de gevangenis. Ja. Yo, kom schat. Oeh, ik ga bijna mijn bek. Wat? Kom maar aan. Ja. Hey, extra. Ik ben nog nooit zo blij geweest met een muziekboek. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. We waren dus echt helemaal verkeerd gereden. We waren dus net 50 kilometer de andere kant op gereden. Nou ja, goed, hebben we nog leuke foto's kunnen maken en plaatjes en zo. En toen dachten we van oké, we zijn de verkeerde kant op gereden. We rijden terug. En we zouden eigenlijk langs de kust moeten rijden. En Sergio die had dus zijn navigatie aangezet. En die heeft ons dus helemaal door de bergen heen gestuurd. Nou, echt helemaal verkeerd. En ik raakte echt in paniek van. Want dan zie je dus op een gegeven moment gewoon helemaal niks meer. Hè? Geen mensen meer, geen huisjes meer en ook geen benzinepomp. En ze hadden al gezegd dat ze dus helemaal niet gemaakt waren voor die bergen eigenlijk. Of dat we dat niet moesten doen. Dus ik zei tegen ze, ik zeg, we moeten terug. Ik zeg, als het leeg is, dan kunnen we in ieder geval, gaan we nog naar beneden, weet je wel. Dan rijdt het misschien nog of zo. Ah, echt. Ja. Nou, hij heeft hem getankt hoor. Ah, dat was stress. Ik kan hier niet tegen hoor jongens. Volg gewoon het blaadje, doe gewoon wat gezegd wordt. Oké, we zijn weer in een bewoonde wereld. We hebben getankt, we hebben volle tank, we kunnen terugkomen. Op tijd. Ah. En nu ineens zo relaxed, hè? Dit soort dingen ben jij gewoon fucking relaxed. Nou ja, ik twijfelde niet over dat we het gingen halen, of wel. Alleen, ik baalde wel heel erg dat we daar boven op de berg waren ineens. En dat ik, ja, op de kaart een beetje iets anders zag. Dus ik had een hele andere route verwacht. En eigenlijk was toen jij zei van, het wordt steeds kouder. En we hebben nou al heel lang niks gezien, dat ik op een gegeven moment zoiets had van ja, dit is eigenlijk niet helemaal, het zou niet zo lang moeten duren. Dus dat is wel even kut. En dan heb je zo'n scooter gehuurd en dan rij je dus gewoon al 3 kwartier voor Jan Luldenberg in. Maar goed, we zijn nou bij een Arcane Queen of zoiets, best wel een leuk stadje. Het zou eigenlijk de eerste stad zijn van de hele kustenroute die we zouden moeten hebben genomen, hebben rijden, gedaan hebben zouden moeten. Dus ja, moeten we even kijken of we hier kunnen lunchen ergens aan het water of zo. En ja, kijken hoe lang we erover doen om terug te komen, want we moeten om 7 uur terug zijn. Ja. We hebben weer een volle tank, oké. Ik denk dat vanaf hier een half uurtje is naar daar. Naar de scooterverhuur. Dus laten we maar eventjes richting het strand gaan. Nou, we zijn weer terug, veilig. Op ons eigen plekje. Ja. En we komen aan. En er is ineens allemaal politie. En we weten niet waarom. Een beetje onopvallend draaien. Ja, want we weten niet of we mogen filmen, maar we doen het echt nog. Dus er staat allemaal hoog bezoek. En we weten niet waarom. Nee. Maar ja, het lijkt erop alsof iemand heel erg belangrijk is voor ons. Dus we filmen gewoon. Want ja, weet je, je weet maar nooit. Spanjoles famosas. Ja. Dus ja. We zullen zien vanavond wat we gaan. Ja, misschien zien we wat. Vangen we een glimp op. Oh. Van heel belangrijk iemand. Julio Iglesias of zo. Ja, precies. Maar het voelt toch wel fijn om weer terug te zijn op ons veilige haventje, ons resortje. Nou, echt, hè? Zwemmen. Hebben jullie nog zwemmen? Ik niet. Badje. Zullen we in bad gaan? Oeh, goed idee. Ja, we gaan in bad. Ik doe bad. En dan... Even ontspannen, even bijkomen van alles. Moeten we nog reserveren voor dat... Ja, als we hier gaan eten, moeten we reserveren. Maar het buffet niet, hè? Buffet niet. Oké, nou kijk, zo meteen maar even dan. Ja. Nou wordt het weer donker. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Oké, we lopen gewoon even binnen, ja? Ja, gewoon scheid hebben. Ja, het is allemaal presentaties. Ja. Wel lachen. Daar zijn waarschijnlijk... Ze komen wel allemaal uit het ene appartement. Daar. Ja. Wat vaak. Maar een dikke cameraploeg ook. Ze zijn ook het vloggen. Ja. Dan vloggen jullie niet hoor. Dan kijk dan. Tik hem zo. Sergio. Er gebeurt heel wat spannends. Zou het... Aangezien ze ook het een en ander nieuw hebben gebouwd hier, zou het een soort van presentatie zijn van nieuwe afdelingen en zo. En... Misschien wel? Ja, dat is allemaal aandeelhouders in de belangrijke patatties. Zie je dat? Ik zoek even een kaartje. Oké. Goedemorgen lieve patatties. Goedemorgen. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vakantievlog. We zitten weer op de boot. Een beetje misselijk van de busreis nog. En de boot helpt daar niet echt aan mee. Maar we vertrekken nu de haven van Puerto Rico op zoek naar dolfijntjes en walvissen. Zo, dus we gaan zien. Vooral die walvissen. Dolfijnen heb ik al een keer gezien. Ja, ik heb er al een paar boven zien zitten. Poepie. De walvissen ben ik wel heel benieuwd naar, maar dat zijn we knijt gewoon. Dus, we hebben de camera weer mee, want daar gaan we ook mooie foto's mee shooten. Camera ready. Nou, dit is nog een leuk bootje. Ik weet niet of je hem kan zien. Wat sneller. Zijn we van de boot af en staan we bovenop de berg. En wat een berg. Een behoorlijk hoge berg. Kijk niet als je al vergeten hebt. Het is wel echt weer mooi uitzicht hier. Net langs wat hutjes en grotjes gereden waar nog originele bewoners in wonen. Een soort vochtvanger gebouwd. Ja. Smiling, naked, Hollywood. Hollywood, yeah. Are you on honeymoon? Not yet. No. Not yet, yes. Not yet, but you did. Yeah. Oh, nice. Oh, very good. I was thinking of honeymoon because gentlemen is cooking a little bit tight. Okay. Nou, mooi. Heb je de grappenmaker ook? Maar echt hè? Er is wel een leuke camera bij. Hij zei, het beste, je hebt geluk, je gaat met de twee na beste chauffeur meerijden. De eerste ligt in het ziekenhuis. Ja, zijn grap is zo klaar. Ja, ja. Oh, een beetje klaar. Ja, ik heb geprobeerd, maar niks te klagen. Maar ik was dus aan het vertellen dat we een soort nederzetting hebben gezien van originele bewoners. Die nog steeds wonen zoals ze woonden voordat de Spanjaarden kwamen. Nou, dat is dan een kleine geschiedenisles. En verder is het gewoon ontzettend mooi hier. Ik ga veel te snel, hè. Baby! We zijn aangekomen op de aloe vera plantage. De echte aloe vera. Het is goed voor alles, hè baby? Ja, ik heb het net gehoord. Het is wonden, tegen. Ja, 30 maar die begint is het helemaal dicht. Was het nou voor haar of tegen haar? Nee, ik weet... Of voor lekker zacht haar of zo? Ja, die snapte ik ook niet meer, maar goed voor je haar. Ja. En als je bijvoorbeeld verbrand bent of een wond, mondje hebt, echte aloe erop en dan binnen 30 seconden is het dicht. Ja. Ja. En, maar het groeit wel echt heel langzaam. Ze hebben een paar miljoen planten. Dat is van een klein familiebedrijfje. En één fles bevat 99,38% of zo, want 100% aloe vera kan niet. Nee. Als je het invriest of zo, of iets, dan verlies je altijd weer een klein beetje. Ja, als je het perst. Als je het verwerkt, zeg maar, ja. Ja. Dus daarom wat in de winkel staat, 100% aloe, dat kan dus gewoon niet bestaan. Maar ik vind het wel een beetje, en dat is dus ook logisch, want zij wil haar product verkopen, maar het is een beetje zoals elk zelf-proclaimed wondermiddel, zeg maar. Ja. Ja, zoals calendula of Nivea, of, het is allemaal goed voor alles en het geneest allerlei alles. Je had wat we op je gezicht moeten smeren eigenlijk een beetje, je bent een beetje droog zo. Ze vindt me lelijk. Een beetje aloe op je droge huid, die had je wel kunnen gebruiken. Nou ja, ik heb mijn eigen aloe vera machine. Hoor ja, zo smaakt het wel. Ik smeer er wel wat sperma op. Oh, het was wel een beetje, was niet lekker, inderdaad. Nee, het was niet lekker. Het was een beetje slimy. En het was bitterachtig. Ja, het was lekkerder dan die kip van daarnet. Nou, we hebben hier ook nog wat om te proeven, schat. Zullen we het proberen? Het ruikt niet aantrekkelijker. Shotten? Met de mango. Be prepared. I'm gonna taste. Hoe is het? Ja? En? Here we go. Oh! It's a medicine. A medicine. Medicine never nice. Never. No. That's true. Yeah. Still better than the chicken. Oké, heb je dit nou opgedronken? Ja. You may not be going far tonight. No. Yeah. Oké, I don't know. Oh, je hebt hem nog niet op? Nee. Oh, je hebt hem wel. Oké. Oh. Dit is het meest gore wat ik geloof ik ooit heb gedaan gewoon. Ook maar banaan. Dan moet je echt wel naar de wc. Hè? Zo, dat niet ochtends op de moed. Nee. Nee, maar ja, ze zei al, het is natuurlijk een medicijn, dus medicijnen zijn nooit lekker. Nee, nee. Dat klopt. Dat is wel het meest gore wat ik ooit genomen heb, geloof ik. Oké. Huh. Oh, wat was dat smerig, zeg. Echt smerig. Maar echt gewoon. Maar echt gewoon. Ja, dat doe je niet snel. Nee. Ja, dat was niet dubbelzinnig bedoeld. Nee. Nee. Would like to know the thing you said. No, they're writing down, but if you pay, no problem. Okay. Network. Okay. Papa. Hard, forte. Papa. We zitten nu dus op de Comeo. En eerlijk gezegd. Nee. Ik ben het niet meer. Ja. Ja. We gaan er maar aan, hè. Ik ben te... Leeg. Oké, ik krijg er een zak bij. Ik ben te leeg. Anders zitten we niet in balans. Dus je vindt me dik. Ik vind het echt fucking zielig. Ja. Van die, ja. Als ik je kon bevrijden, jongen, dan had ik het meteen gedaan. Voor het weet zit je er al op, hè? Ja. Ik, dan zie je pas dat ze... Op zich lijken ze vrij in, maar... Jawel, het is alleen... Ik had bij het idee kameelrijden gewoon het idee van zo'n mooie Arabische kameel met zo'n kleed erop. Dat is eigenlijk zoals die foto van Laura Ponticovo van de week. Ja. En niet met een met een melkhof inderdaad. En, als een fucking kermisattractie. Kijk, schatje foto. Ik ben bang dat zoiets ontzettend verkeerd begrepen wordt. Je denkt die zakken dadelijk allemaal door een hoeven gewoon. Ik vind het zo fucking zielig. Ja, ik vind het ook zielig. Ik heb mijn visje, die vindt mij lief en lekker. Nou hier voor mij. Ligt je lekker, baby? Ja, het is wel warm hier. Komt hij weer? Ik ben ook weer 3 meter verder en het scheelt gewoon bijna 10 graden. Ja. Ah. er hier voor mij op, hoor. Ja. Hij wil dadelijk jouw vinger eten, denk ik. Zolang er maar niks in mijn zwembroek op zwemt, dan vind ik het goed. Hij ging gewoon echt meteen eten. Zit die dan? Die is echt niet schuw, hoor. Zie je? Ik zou het niet vissen. Grappig, hè?